Museum de Buitenplaats. We staan op de Fide van Museum de Buitenplaats. Jos en Janneke van Groeningen. In 1971 hebben ze het Niesinghuis gekocht voor een gulden. En toen ze toe waren aan het behang, kwamen ze in contact met hun vriend Matthijs de Reuling. En die heeft de wanden prachtig beschilderd. Hij heeft zijn vriend meegenomen, Wout Müller. En die zien jullie hier ook. En wie is Wout Müller? Wout Müller is een van de noordelijke realisten. En hij is dus een vriend van Matthijs Reuling en een collega. En hij heeft het Niesinghuis ook beschilderd. Zijn vrouw Clary Mastenbroek heeft ook de bovenverdieping beschilderd. En Tamara Müller, hun dochter, heeft hier enkele keren geëxposeerd. In 1996 heeft koningin Beatrix het pand geopend. Ons pand is van Alberts en van Huut, de organische architectuur. Tijdsbeeld lopen we nu doorheen. Bijvoorbeeld prachtig werk van Hans Limmen, die ook bij ons in het museumcafé is. En hier hebben we dus jaarlijks drie wisselende tentoonstellingen. Net als de meeste musea kunnen wij dit niet runnen zonder vrijwilligers. We hebben bijna 100 vrijwilligers op onze verschillende afdelingen. We hebben educatie, we hebben een baliekassawinkel, we hebben het Niesinghuis, we hebben gidsen van het Niesinghuis. In onze tuin werken vrijwilligers en op deze manier, tezamen met het museumcafé, runnen we Museum de Buitenplaats met z'n allen. Zijn we nu in de oranjerie. Deze werd vroeger gebruikt om planten te laten overwinteren. Tegenwoordig gebruiken we het voor huwelijksinzegeningen, kleine lunchjes, natuurlijk met producten uit onze eigen moestuin. Welkom in het Niesinghuis. Dit is Matthijs Reuling. Daar is het behang mee begonnen. Dus de prachtige wandschilderingen van het Niesinghuis. We zijn nu in de keuken van het Niesinghuis. Hier is het allemaal begonnen met Jos en Janneke van Groeningen, die dit in 1971 hebben gekocht. Dus hier het koetshuis met de olifanten van Circus Bits. Erotisch kabinet van Wout Müller, waar dus nu in tijdsbeeld ook aandacht aan schenken. Zo net zijn we door het
Niesinghuis heen gewandeld. We zijn begonnen in het koetshuis waar u de olifanten van Circus Rins heeft gezien. Prachtig geschilderd door Pieter Pander. We hebben de kanonskogel bezocht in de bijkeuken die we gevonden hebben onder deze linde. De linde moesten we helaas afscheid van nemen, want hij was niet meer veilig. En hier zijn we dus bij Wout Müller. Het erotisch kabinet.